Leerkrachten en leerlingen van OS Uitkijk hebben vandaag geprotesteerd tegen het mutatiebeleid van het ministerie. Zij geven aan dat het schoolhoofd Ori Merhai 37 jaar op de school heeft gewerkt. Ze is gisteren 60 jaar geworden en heeft een dag ervoor een brief ontvangen, waarin wordt aangegeven dat ze vervangen wordt. Het probleem van de leerkrachten is dat het ministerie een doodvreemde heeft gestuurd om de leiding op zich te nemen, terwijl het onderhoofd Rika Bihari Chatterpal al 7 jaar fungeert als onderhoofd en dus moet doorstromen. We zijn in actie omdat we juffrouw Ori en juffrouw Rika willen en geen enkele buitenstanders. Mevrouw Ori is een moederfiguur geweest voor ons. Voor iedereen hier, totale buurt, kan erover praten. Dat ze op zo'n wijze weggaat van hier, kunnen we niet goedkeuren. Ze heeft getekend, dat heeft ze me persoonlijk verteld, bij meneer Duim om aan te blijven tot 1 januari 2017. Maar van bureau BBO, bij mevrouw Hewitt, die heeft haar gezegd, u mag nu gaan. En dat was gisteren. En daarom heeft ze hier, heeft juffrouw Ori die bom als het ware voor ons hier geworpen op OS Uitkijk gisteren. En dat kan niet. En dat pikken wij niet als leerkrachten. OS Uitkijk is een van de scholen van Saramaka met hoogste slagingspercentage. En dat hebben we bereikt in samenwerking met het schoolhoofd, mevrouw Ori Merhai en juffrouw Rika als onderhoofd. Dus ik ga ervoor. Mijn mensen staan achter me. Ik ga ervoor. Het onderhoofd van de school, Rika Bihari Chatterpal. De actie van de leerkrachten, leerlingen en ouders van OS Uitkijk wordt ondersteund door de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. Wilgo Valies, voorzitter van de ALS, geeft aan dat het mutatiebeleid van het ministerie inhumaan is en dat daar een eind aan moet komen. We hebben een nota gestuurd naar de regering met al deze mutaties. Al die mutaties, en het praat niet over 1 of 2, maar honderden mutaties waarbij leerkrachten op een onheuse manier worden behandeld. En eigenlijk worden ze gestraft. Ook leerkrachten, men stond ook op het punt om leerkrachten te muteren naar het binnenland. En men is voorbij gegaan aan de omstandigheden van de leerkrachten. Wanneer de leerkrachten hun problemen voorhielden aan de betreffende functionaris, dat is mevrouw Hewitt, toch? Werd er helemaal niet naar hun geluisterd. Het enige wat die mevrouw zei, ik ben niet geïnteresseerd in uw bagage. Ja. Ja. Zo noemen ze de omstandigheden van de mensen bagage. Ja. Luister, het is mooi geweest. Dit is het begin van de strijd dat er nu eindelijk dat er wordt ingegrepen vanuit de regering. Men moet daar mensen plaatsen die weten met anderen om te gaan. We zijn mensen. We zijn geen leermiddelen. We zijn geen dingen. Laat dat duidelijk zijn. En ik kan u aangeven, als de overheid, als de regering niet ingrijpt, dan gaat heel Saramaka in beweging komen. Ik wil niet het woord ontheven gebruiken omdat ze met pensioen is, ze is 60 jaar. Wat ik ook heb gemerkt is dat ze zeer geliefd is. Ik ken haar persoonlijk en ik weet precies waar jullie over praten. Maar toch denk ik dat we niet op deze manier moeten omgaan met onze kinderen. De school is gesloten vandaag. Dat wil zeggen, jullie zijn in actie omdat jullie niet blij zijn dat ze met pensioen is. En jullie hebben gevraagd dat het wordt verlengd tot 1 januari. Nee. Ze heeft het contract. Wezen waarop het gebeurt. Daar gaat het om. Ja. En dat men niet van het een op het andere moment, terwijl er een afspraak was met haar, dat ze tot 1 januari zou blijven. En pas gisteren zijn de mensen geïnformeerd. U stelt voor in dialoog gaan, praten met de regering, als dit al is voorgelegd aan de regering. Als gisteren die bom van Hiroshima is gelost hier zo. En vandaag hoor je dat je je 8 uur weer op je werk moet aanmelden. Wanneer vind je kans om in dialoog te gaan? En met deze regering is er geen dialoog mogelijk. Morgen heet weer een morgen. Zij bepalen voor jou wat zij willen. En middels dit, middels deze actie, willen we ze tonen dat er ook naar ons geluisterd moet worden.
Het DNA-lid Naomi Samidin van Saramaka dat de actievoerenden heeft opgeroepen om de kinderen niet te duperen en te gaan voor dialoog. De actievoerenden waren duidelijk niet eens met het DNA-lid en gaven haar aan dat er geen dialoog meer mogelijk is, omdat er vooraf ook overleg is gepleegd. Weliswaar met de regering en niet met het ministerie van Onderwijs, omdat de mensen van het ministerie niet luisteren. Zij hielden Samidin verder voor dat zij als volksvertegenwoordiger moet opkomen voor de belangen van het volk en niet de regering moet verdedigen. Samidin verzekerde hen dat zij naar het ministerie zal gaan en deze kwestie bespreekbaar zal maken, zodat er een oplossing komt.